Het is een heugelijke dag, want voor het eerst in maanden wordt er op de toekomst weer competitievoetbal gespeeld door de jeugd. En dan kun je natuurlijk het beste beginnen met de mini-klassieker. Het is Ajax onder 15 tegen Feyenoord onder 15 in Amsterdam. Eerste wedstrijd voor het team van Mischa Salde van hopelijk een mooi en succesvol seizoen. Eerste gevaar komt wel van Feyenoord. Dit is knap gedaan. Rakelings naast het doel van Elhani. Ajax moet het hebben van de opbouw. Verzorgd voetbal spelen. Dat gebeurt hier uitstekend. Kijk eens naar deze lichaamsschijnbeweging van Nick de Koning. Overzicht is ook uitstekend. In de richting van Oldenstam. Afleggen en vuren. Daar is 1-0. Doelpunt van de captain Pereira da Gama. Wat een heerlijke beweging van de Koning. En ook de afronding mag er natuurlijk zijn. Eerste competitietreffer van een nieuw seizoen is dus gemaakt. Dan wel gevaarlijk uitverdedigen, wat heet. Bal voor langs, maar wel gefloten dan voor een strafschop. Overtreding gemaakt door Amour. En dus de bal op de stip. Het is licht, het duwtje, een beetje in de zij. Maar genoeg dus voor het geven van de penalty. Het is Nijenhuis tegenover Elhani. De spits van Feyenoord wint dat 1-op-1 duel. Goede hoek gekozen, dat wel. Maar net te kort om die bal eruit te krijgen. Hier de actie van Lucas Jette, linksback, maar solliciteert toch naar een positie ergens voorin. Heel veel aanvallende acties van hem. Nu het overzicht, de bal naar Oldenstam. Hier Pereira da Gama, zoeken naar zijn rechter. En zo is het duel aardig in evenwicht, Ajax en Feyenoord. Kans over en weer. Hier dan, dit is een grote. Afleggen of zelf vuren. Hij kiest voor het eerste, daar waar de tweede optie waarschijnlijk beter was. Kans voor Puljoen. Het coachen voor Rick Luijer. Maar dat werkt niet. Dit is inleveren en dit is weggeven. Feyenoord op voorsprong. Het is 1-2. Weer heet de doelpunt te maken. Kelvin Nijenhuis. Slordig van Luijer. Ook niet heel lekker ingespeeld. Ajax op achterstand op eigen veld. Dit is ook niet best ingespeeld. Ajax verliest vaak de bal op cruciale plekken en dan kan dit zomaar 1-3 worden. Doelpunt van Rivas Manuhutu. En zo maakt Ajax het zichzelf wel heel lastig natuurlijk. In de counter, Feyenoord dan dodelijk. En wat kan Ajax? De Koning, normaal gesproken een van de beste spelers van het veld. Zeker als hij de bal heeft, maar nu levert hij in. Dit is randje buitenspel, maar wel dus een grote kans voor Nijenhuis. 1-4, hattrick voor de spits van Feyenoord. En Ajax lijkt hier dan een groot pak slaag te krijgen. Dit is het randje, misschien net eroverheen. Bij twijfel niet vlaggen, wordt er altijd gezegd. De spits profiteert. En Ajax moet flink aan de bak. Vlak daarna een corner, die is heel goed indraaiend en die wordt binnengekopt door de invaller bij Ajax van de Lans. Dan is er nog wat mogelijk natuurlijk. Vertrouwen groeit. En Ajax wordt dan ook beter. Weer een vrije trap. Dat is à la Van der Vaart. Maar Rafael scoorde toen tegen Feyenoord. Op die manier. Milo doet dat nu niet. Toch is de ploeg van Salde beter. Dit is een goede lange bal op IJsselstein. Weer een duwtje. En dit kennen we nog van de eerste helft. Als er wordt geduwd van achteren. Of schuin achteren, dan levert dat bij deze arbiter een penalty op.
Nu dus de beurt aan Ajax met Oldenstam. Zelfde hoek, weer een doelpunt. En is er dan een geweldige comeback in de maak voor de jonge Amsterdammers. Goed binnengeschoten door Oldenstam. En Ajax op jacht naar de gelijkmaker. Ingebracht, geweldige kopbal van IJsselstein. Maar helaas voor de spits van Ajax levert dat geen treffer op. Wel verdiend geweest, zeker in deze fase. Slotminuten, vrije trap. Da Gama brengt hem opnieuw in. Daar voor de voeten dan van IJsselstein. Het lukt, het gebeurt. 4-1 achter. En dan in de slotminuten toch nog 4-4. Maar ze willen snel weer terug naar die cirkel. Ze willen meer. Naar dit doelpunt van IJsselstein. Dan de spits van Ajax die op de grond ligt. De bal moet eigenlijk uitgetrapt worden. Dat gebeurt niet. Dan volgt er een harde tackle. En hier nog eens. Amour. Het levert een flinke brandwond op. Op zijn dijbeen. Bovendien geel. En dus nog een vrije trap voor Feyenoord. Blessuretijd. Slecht ingeschoten. De kansing ook niet besteed aan de Rotterdammers. En dan misschien nog één kans voor Ajax. De snelheid van Da Gama. Het overzicht is er niet. En dan is dat de laatste mogelijkheid van de wedstrijd. Enerverend, dat eerste duel. Ajax onder 15 tegen Feyenoord. 4-4.